save from the Dutch goalkeeper. Hoi, ik ben Joyce Sonbroek en ik heb 5 gave keepersoefeningen voor je. Dat kan ik natuurlijk niet alleen, dus ik heb Carlijn Adang meegenomen, oud-teamgenootje en keeper van Laren Dames 1 en Bart van Galen, met wie ik 13 jaar lang keeperstraining heb gedaan. Ook de keeperstrainer van de Nederlandse jeugdselecties en Nederlands zaal. Dus veel plezier, ik hoop dat je veel leert. We gaan beginnen. We beginnen de training met oefening 1. Basishouding en uitstappen. En stappen. Goed. De basisuitstap gebruik je als warming-up vorm en heb je nodig in de wedstrijd om zoveel mogelijk goede reddingen te maken. Start. Stap. 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 En stap. Goed. Lekker. En stap. Goed. Stap. Hop. Keurig. Netjes. Hop. Keurig. Netjes. Nu door naar oefening 2. Stikbehendigheid en timing. Stikbehendigheid en timing is belangrijk om te trainen, omdat je in de wedstrijd langzame en snelle ballen op je af krijgt. Hop. Goed. Nu gaan we door naar oefening 3. Reactie en reflectie. De reactietraining met tennisballen gebruiken we omdat we in de wedstrijd veel verschillende situaties tegenkomen. Hup. Ja, goed zo. En door. Goed. Ja, lekker. Ga door. Ja, goed. Ja, goed. Het. Hoi, je lijkt er door. Goed zo. En door. Ja, hier. Goed. Goed. Laatste. Jij. Ga door, ga door, ga door. En hij is weg. Het is tijd voor oefening 4, de bloksliding en het lopje. De bloksliding en lopje training gebruiken we voor grondwerk en atletisch vermogen. We trainen het duiken om op belangrijke momenten in de wedstrijd een ultieme save te maken. Te trainen, jongens. Zeker. Ja, dat was een jaar geleden. Toch? Ja. Maar mooi. Ja. Leuke oefeningen. Mooie reddingen. Goede ballen gegooid, Bart. Nou, de training zit erop. We hebben lekker getraind. 5 leuke oefeningen. Dus we hopen dat je veel hebt geleerd. En we willen je heel veel plezier met keeper wensen. En succes. Succes.